Ja, hoe komt een 25-jarige snotneus uit Elewijd ertoe om aan de andere kant van de wereld, in Wales meer bepaald, zo'n ja, complete, desolaten, hoe moeten we dat noemen, een destruction western te gaan draaien, die er dan nog eens zeer episch en zeer indrukwekkend uitziet? Ja, bedoel, ik moet geen vraag stellen, antwoord jij eens. Hoe is het allemaal ontstaan? Ik denk dat het allemaal begonnen is via illustraties, waarom dat ik zo een desolate film wou maken over het verderf van de maatschappij. Illustraties? Ik begon met illustraties. Ik ben naast filmmaker ook concept artist. En ik heb onder invloed van bepaalde muziek, zoals dat van Penderecki en Johnny Greenwood, daar heb ik een reeks illustraties rond gemaakt. En die hebben dan eigenlijk de setting en de cinematografie gedicteerd voor de film die ik eigenlijk wou maken. Mijn thesisfilm voor Sint-Lucas. Ja. Maar ja, dat is toch veel te ambitieus voor een thesisfilm? Dat heb ik al vaker gehoord. En mensen hebben mij ontmoedigd in het begin, maar ik denk dat eens dat ik mijn dossier klaar had, mijn script, mijn treatment, dat de mensen wel zagen dat ik wel een heldere visie had en wist hoe dat ik het moest gaan doen, vooral. Vooral omdat mijn bedoeling was om een heel atmosferisch verhaal te vertellen. Het is een universeel verhaal, maar de nadruk ligt op zo die broeierige atmosfeer die dat de kijker dan gewoon onderdompelt in die primitievere wereld, waar dat er praktisch geen wetten zijn die nageleefd worden. Prachtige fotografie, prachtig geacteerd. Het zijn eigenlijk allemaal. Ja, eigenlijk krijg je nu al een prijs van mij. Merci. Je bent al gewoon. De eerste goede start. Maar ja, en gewoon een heel goede start om zo geselecteerd te zijn voor Filmfest Gent. Vooral omdat het goede nieuws kwam wanneer ik voor de jury stond om mijn film te verdedigen. Dus dat was een heel bemoedigende portie nieuws dat ik meekreeg. Dan kon je zeggen van, als ik er niet door ben, dan kennen jullie er geen kloten van. Ik zou het niet zo stellen, maar ik zou denken van, er gaat wel een leven gegeven worden aan die film buiten het school. En dat is het belangrijkste voor mij. Dat een leven leidt op filmfestivalcircuit. Dat is het enige dat telt voor mij. Ja, er is veel meer mogelijk met dit. Hè. Niet alleen een leven in het festivalcircuit. Ik zie er een pilotaflevering in voor een HBO-serie of Netflix of noem maar op. Ja, er werd al gezegd dat het een beetje het gehalte heeft van een pilot voor een HBO-serie. En dat is zeker een piste dat ik misschien wil uitproberen. Want het niveau van televisie is zodanig de hoogte ingegaan dat wij niks anders willen dan dat soort zaken. Het platform van televisie geeft filmmakers ook meer tijd en meer ruimte om personages uit te diepen. En dus, het is gewoon een interessant medium geworden voor mensen die daar eigenlijk cinema willen maken. Ja. Hoe krijg je als student mensen aan boord in je crew als Rick Zhang, als Raf Keunen en dan, ja, hoe krijg je een internationale cast samen? Dat is ook allemaal te danken aan het dossier dat ik had opgesteld in de pre-productie. Omdat dat zo'n visueel stimulerende treatment was, was het vrij makkelijk, vlot om de mensen te overtuigen dat dit niet zomaar een studentenfilm ging worden. En dat de vruchten er vanaf gingen werpen eens dat helemaal klaar zou staan. En Rick Zhang bijvoorbeeld, echt een enorm getalenteerde DOP, die heeft eigenlijk maar een week of zo voor het draaien eigenlijk toegezegd om het te doen. En dat is gedeeltelijk te danken aan dat dossier. Omdat hij totaal een voeling had met de beelden die ik
had uitgetekend. Ja. Proficiat, you're the next big one. Thank you. I'll do my best. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.